is niet te geloven. We hebben weer demo's af moeten slaan van Eva Simons, van Will I Am. Eminem heeft weer een demootje gestuurd. De script gestuurd. Is er ook niet doorgekomen. Ja, sorry jongens, maar misschien de volgende keer. Maar ze zijn er weer. Een gloednieuwe lichting met Serious Talents, te weten de Elementary Pinguins. Everybody knows my name. Soul Sister Dance Revolution. Nina June. Today I am on my own. Little planet I just a stone throw away from life. En Douwe Bob. We gaan ze vanavond aan je laten zien, muzikaal. En we gaan ook een beetje aan je laten weten wat die gasten nou te vertellen hebben. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar doen ze de boodschappen? En waar wassen ze hun kleren? Thuis of bij hun moeder? Precies. Ja, ik heb wel. Ik doe het echt bij mijn moeder nog. Zo mooi, jongen. Elke donderdag breng ik een tonnetje. Zaterdag ophalen. Heerlijk. Maak, hou van je. De vraag die jullie heel vaak zullen gaan krijgen. Gaan jullie de Golden Inning achterna? Gaan jullie Direct achterna? Wat is het antwoord wat we kunnen verwachten in de toekomst? Nee, we gaan ze niet achterna. Ja, we komen uit Haag en ik ben best wel trots op onze geschiedenis. En dat vind ik allemaal mooi. Maar we zijn gewoon ons eigen bandje en onze eigen dingen. En weet je, dat is ook allemaal al lang geleden. En die gasten zijn nu hun ding aan het doen en wij ook. Je bent Serious Talent en ja. Je staat op de playlist van 3FM. Ja. Neuk je nou ook meer dan 2 maanden geleden? Ik wel. Ja? Ja, maar ik heb een vriendinnetje nu, sorry. Ja. Heel leuk vriendinnetje, zo fijn. En hoe gaat het voor jou? Nee joh, nee, dat werkt helemaal niet, dat hele 3FM. Nee. Nee joh. Nee, echt. Ik zeg het ook in het café, zeg ik dan ook. Ja, ik kom op 3FM 60. Ga weg. Mee april, zeg ze dan. Everybody knows my name. What the fuck are you doing in Holland? I have a Dutch girlfriend. Okay. We had to decide whether we want to live in England or in Holland. And Amsterdam's such a nice place than where I was living. And that's it, really. And then came the music, or? Yeah, and then I'd always played in bands before, and I immediately started looking for somebody to play in a band with. And I found Chappie first, and then Maurits came later. We are all too young for rock and roll suicide. Waar was je op het moment dat je hoorde dat je Serious Talent werd? Op het voetbalveld. Voetbal jij? Nee, deel. En, ja, we stonden even te vergaderen en toen hoorden we in één keer van, hey, je bent Serious Talent. Als een gek naar huis natuurlijk. Ja. Als een gek naar huis. Okay. Maar ik wou het veld oprennen, maar ja, er waren allemaal andere mensen die me heel eng aankeken. Dus deed ik me niet. Hey, en wat houdt het nou een beetje in voor de Elementary Pinguins? Dat zijn van Serious Talent. Wat merk je ervan? Spelen. Echt, we kunnen. Ja, we gaan echt veel gigs doen. Ik heb gehoord dat jij iemand bent die heel hard werkt. Klopt dat? Ja, man. Ik werk wel echt hard. Ja? Ja, dat durf ik wel zo te zeggen. Oké, want wanneer kreeg jij een klein beetje in de gaten van, hey, met mijn keel kan ik niet alleen maar slikken, ademhalen, dat soort dingen, maar ik kan er ook mee zingen? Wanneer kwam dat moment een beetje? Ik wist het altijd wel al, maar mijn ouders zeiden altijd van, die wisten niet dat het ook echt muzikaal was, weet je wel. Dus, die hadden zo'n idee van, nou ja, ja het klinkt wel, maar... Precies, ja. Ze doet het wel, maar ja. Hè, of mensen daar nou op zitten te wachten. Ja. En toen ging ik op mijn 12e ging ik op toneel. Ja. En daar moest ik zingen en zo. En toen kwam ik erachter dat ik dat dus kon. En toen ben ik daar eigenlijk mee doorgegaan. Today I am on my own. Little planet I just a stone throw away from life's typical ways of pulling the smile off your face. But that's okay, that's okay, that's okay.
Nu ben je serious talent en nu zijn er heel veel mensen die kijken die zoiets hebben. Ja, ik kan een beetje zingen, ik heb een bandje, ik kan wat met muziek, dat wil ik ook. Hoe ziet het leven van een serious talent anno nu er zeg maar uit? Wat doe je eigenlijk de hele dag? Hoe ziet jouw week er een beetje uit? Nou, ik woon half bij 3FM tegenwoordig. Ja, dat, maar we kunnen er niet wegkrijgen. Het is verschrikkelijk. Nee. De koffie is op, het is helemaal kut. Het is echt kind aan huis, weet ik. Liggen slaafs ook voor de deur. I'm shouting out, no more than words hitting the ground, without a bounce of doubt, without a bounce of doubt. Nog één laatste vraag, heel belangrijk. Waar doe jij je was? Ik heb een heel lelijk washok en daar wordt het gedaan. Oké. Forever we keep our heads up. Nou Bob, de laatste keer dat ik jou sprak was op het Siget Festival. Toen wisten we het nog niet, maar nu weten we het. Je bent de beste singer-songwriter van Nederland. Nee hoor. Nee. Hoezo niet? Ik ben niet de beste singer-songwriter van Nederland. Jawel, jawel. Officieel, volgens de boeken, volgens de boeken van de VARA ben jij het wel. Oké, volgens de boeken van de VARA. Ja, wat is er gebeurd sinds jij dat programma gewonnen hebt? Ik ben er wel heel dankbaar voor. Mm-hmm. Dat wel te verstaan. Ik zit in mijn sneltrein. Het gaat goed, hard, veel aan het schrijven, veel aan het optreden. En ik ben blij. Silver shadow spread over the landscape. Draped over the background as a veil. And we're getting drunk while we look into the sunrise. Singing songs of men who had it all but died. Hoe ziet de week voor jou er nu uit? Ja, druk. Veel spelen. Als ik niet aan het repeteren ben ik wel aan het schrijven. Maar voor de rest ben ik nog steeds Dowie. Mm-hmm. Ik ben nog steeds lekker aan het chillen met mijn vrienden. Mm-hmm. En ik hou van mijn meisje. En alles is nog steeds. En je meisje zit ook bij jou in de band, hè? Ja, klopt. Maar de rest van je band, wat een band heb jij? Ik heb een goede band, ja. Maar dat wil ik even weten. Hoe ben je daar nou aan gekomen? Want dat zijn niet de minste jongens. Dat weet je toch wel. Nou, die zijn erbij gekomen. Ja. Op een gegeven moment in het programma, ook gedurende het programma. Maar hoe hou je die erbij? Een klik hebben met ze. En we willen graag met elkaar werken. Mm-hmm.